Hey, wat is dit? 2 bar vertraging. Oké. Oh. Yo, mensen, Koen van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met... Koen. Hey, dat ben ik, hè. Sorry. Koen versus Koen. Ik ben hier vandaag met Koen. En Koen, ja, jij bent wel een klein beetje Ajax-fan. Ja! Dat is natuurlijk een bijzondere club voor mij. Beetje. En ik ben een klein beetje Feyenoord-fan. Beetje. En we hebben dit al een paar keer gedaan. Want we gaan Feyenoord tegen Ajax doen. Want wat is er vanavond? De enige echte halve finale in de beker. In ieder geval. Ja, kijk. We gaan nu tegen elkaar spelen. Ik ga proberen om het 6-2 te laten worden. Want dat is natuurlijk wel een gevoelige uitslag. Nee, maar even serieus, mensen. Laat even een comment achter waarvan jij denkt dat het gaat worden. Waarom heb je... Wie is die linker voor? Is dat die Sierhuis? Ja, dat is Sierhuis, ja. Waarom heb je hem erin staan? Ja, gewoon omdat het en gewoon een goede jongen is. Ik ken hem iets beter dan de gemiddelde Ajaxie. Hij speelt zelf heel veel FIFA. Ja, is gewoon leuk, toch? Nee, maar wat is jouw voorspelling? Ik denk ook echt dat Ajax gaat winnen. Ja, iedereen maakt fouten, jongen. Weet je wat het beetje is? Ik heb altijd zeg maar wel gedacht dat je een beetje voetbalverstand had. En dan zeg je ineens dit. En dan denk ik van, ja. Ja, goed. Ik denk wel dat Feyenoord weer wel met het mes tussen de tandjes gaat spelen natuurlijk. Maar ja. Ajax heeft gewoon iets meer kwaliteit, Koen. Ja, dat is heel vervelend, maar... Boeien. Maar kijk, jij hebt natuurlijk 2 future stars, maar ik heb gewoon een icon in mijn team, dus ja. Ja, precies. Heb je nog eventjes advies gevraagd aan Robby, of niet? Nee, jongen, Rob is zo slecht. Besef dat jij... hoeveel won je van Rob? 3-2? 3-2, ja. Ja, dat is zo slecht. Jongen. Is gewoon, sorry Rob, als je dit kijkt, maar ik denk, als ik tegen Rob in de weekend lig, dan wordt het echt een nulletje of 5. Voor hem nou. Geintje Rob, love you. Oh nee. Nee, Lopen. Waarom time ik hem nou weer? Ik had niet eens hoeven timen waarschijnlijk. Haal neer. Nee, niet echt neerhalen. Ah, klote, wat een kutgoal. Oh, een hele tijd van die. Van die e-sport vragen stellen en dan scoren. Oh. Ja, dit is goed gedaan. Ja. Oh, daar heb je pech. Nee, jongen. Ga ik dan tegen mijn eigen speler aan? Ik denk het. Die ga ik wisselen, wie was het? Nou, ik hoop gewoon niet dat we weer in de 5 minuten rode kaart krijgen. Dat zou vervelend zijn. Dat zou vervelend zijn. Dus Sven van Beek doet niet mee, hè, dan? Nee. Klopt. Heb je daar moeite mee of niet? We gaan gewoon het beste van maken. Kijk, wat het is, avondwedstrijd, daar kan alles gebeuren. Het is 1 pot, bal is rond, 11 tegen 11. Dus ja. Zo, wat een streep, joh. Tony, lekker Jezus. Zeg. Ik zat er nog bij met de verdediger, maar hij rampte hem er dwars doorheen. Je schoot hem wel goed, heerlijk, je timed hem ook goed. Ja, tuurlijk jongen, maar ik ben ook een echte e-sporter. Wie vind je beter, of De Ligt of De Jong? De Ligt is echt niet normaal. Echt? Ja. En weet je wat, De Jong is eigenlijk een beetje zaad. Nah, hij is wel goed, maar hij is... Hoe zou ik het zeggen? Kijk, het is een beetje zo'n allround middenvelder, maar hij mist juist op alle vlakken ook net even iets of zo. Snap je wat ik bedoel? Zo! Dit is Sierhuis. Hoe kan het er nou in? Ja, kijk, hij kan misschien niet heel veel in de game, maar schieten kan hij natuurlijk wel een beetje. 73. 73 shooting, ja. Oh, jezus, gallery play. Oh, Jens. Kom op. Oh, dat is wel goed gedaan, hoor. Bad timing ook. Oh, wat slecht. Maar ik ben ook een echte e-sporter. Oh, nee. Sierhuis weer. Oh, waarom doe ik dat weer zo mooi? Gaat waarom leuk doe ik dat nou zo dom? Oh, gaat niet leuk zo lopen. Dom. Oh, wat hoop ik nu dat Karma jou komt halen. Zeg. Ongelooflijk. Nou, het was ook zo arrogant was dat ook weer niet. Maar ik dacht, ik leg hem even stil. Dan kom jij er lang. Heeft die Ziyech nou een 84 upgrade kaart? Nou, dit is een 89 headliner of zo, hè? Nee. Ja, dat is echt gestoord, man. Die gozer is toch ook heel lijp goed, man. Overhyped. Die gast is zo vreselijk goed. Jongen, hij werd helemaal uit de wedstrijd gespeeld door Kelvin Verdonk. Nou, dat moet ik je wel nageven. Ik vond Kelvin Verdonk toen echt goed spelen. Die sowieso... Dat was echt zijn beste wedstrijd die hij ooit gespeeld heeft. Maar sowieso wel knap hoe hij zich heeft ontwikkeld, toch? Eerst verhuurd worden aan, wat was het? Ja. Pack of zo? Pack en neck. Pack en neck zelfs nog, ja. NEC, moesten ze dan zeggen daar. Oh ja. Je neck zit hier, NEC zit in je hart. Precies, ja, precies. Je wordt lijp hoor, als je daar aan neck zet. Boeien. Ja, heb ik. Nee! Oh, kut! Pingel was nog! Oh, wat deed je? Met z'n 83 pace. Ja, ik trap echt teringsmeren. Oh, rood! Dit hoeft nou ook weer niet. Is hij zilver? What the fuck? Wie gaat hem dan nemen? Het is toch Frenkie? Klote op zijn Rotterdams, klote. Nee, ik ga echt een legend erin gooien. Een echte legend. Als nu Huntelaar erin komt, dan moet ik echt huilen. Deze man hier, kijk hem hier. De Wit? Dat was wel die gast toen hij eens een keer heel ver was in die UEFA Youth League. En toen sloeg hij met zijn hand de bal weg. En toen kreeg ze een penalty tegen, toen ging ze eruit. Dat is hij toch? Dat weet ik serieus niet. Jij weet nog meer over ijs dan ik, man. Oh, ja, maar kut. Ik had echt heel... Wat is dit nee. Dan? Wat gebeurde er? Nou, krijg je nou even wat aan je lip, joh! Oh. Boezeboejoek! Godverdomme. Koesieboeier. Hey, hallo. Jij al met je hoge spelers? Nee, maar ik wist inderdaad niet dat het verschil zo groot zou zijn. Ik dacht dat Feyenoord echt heel veel in vorms had gehad. Ze zijn zo goed bezig. 1. Je bek. Oh, lekker aanname, Jordi. Oh, goed. Hey, jij lijkt wel echt op Feyenoord. Met 10 man gaat het... Ref! Dank u. Met 10 man, wat zou je zeggen? Hè? Hè? Nou, gaat het goed. Hè, wat zou je zeggen dan? Gaat het goed, net als tegen PSV. Nieuw kom je penalty neemt. Gast. Ja, misschien heeft hij een hele goede trap. Legend. De legend. Gaat hij het doen. RVP.
Hij doet het. Tuurlijk, geen enkele twijfel. Hier toch die ongekende klasse. De wit, oh, hij heeft daar ooit gespeeld al. Ja, ja, zeker. Hij heeft zijn debuut al lang gemaakt. Hij zit echt standaard wel bij de selectie. Oh! Nee, kut, sorry. Wat de fuck? Oh, wat loopt die heerlijk te kut. En dan staat het gewoon 3-3. Ik was al een half uur aan het kutten, ja. Heel goed. Heerlijk dit. En dan straks 95e minuut. Eigen goal, Veldman, ja! Nu moet ik me ook wel echt even toezetten. Want... Ja, ja, ga je maar toezetten. Want als je nu verliest van 10 man, Nee, dat is schandalig. Kijk, en als ik nu verlies, ja, boei, ik had 10 man. Jorsen, schiet hem weer vanaf 25 meter binnen? Nee. Dat was wel echt te bizar dat Soet 10 niet had, hoor, eigenlijk. Ja, ja, ja. Oh, wat een kutbal. Oh. Jij ruikt bloed nu, maar je bent echt zo fijn, hoor. Maar ik ruik niet alleen bloed, ik ruik echt... Waarom ben ik nou echt een fijn omdat ik bloed ruik? Wat is het nou voor opmerking dit? Zo! Oh. Gast, je komt niet langs Erik, de rots van Sao Paulo, Botteke... Ja, ik ben er al langs. Oh, hey, hallo! Serieus? Nog één helftje volhouden, dan gaan we richting de penalty. Je hebt gewoon 10 man, dit is echt schandalig eigenlijk. Dit is echt schandalig. Nou, dit is nog erger dan dat je niet van Rob wil met 8. Hand tegen, hand tegen. De Wit. Ik ga niet mee. De Wit. Serieus? Nee. Oh! Oh! Kut, nu is het voorbij. Oh, nee. Voor, straks komen er ook penalties bij die halve finale. Dat wordt echt de ziekste penalty serie ooit. Komt de eerste. Boom! Tuurlijk. Geen enkel probleem. De Wit! Dali de Wit, geweldig! Perfecte pingel. Godverdomme! Van de Beek! Natuurlijk, ja, hoe vaak denk je dat ik erin ga trappen? Ja. Daar komt hij! De overwinning! Ja! Hij doet alles in het midden. Nee, je bent er nog niet, Ja, maar ga ik de volgende ook in het midden doen met een Panenka misschien? Wat denk je ervan? Ja! Kut, sorry. Met 10 man. Ja, het is ongekend. Klopt, ik voel me echt door het dolle heen. Oh, yes! Gefeliciteerd. Ja, ik was echt zo aan het kut inderdaad. Gefeliciteerd. Ja, je hebt flink lopen kutten, ja. Even een uitslag nog van een uitslag die je denkt, Brak? Ik denk dat het 0-2 Ajax wordt. Oké, ik denk 2-1 Feyenoord. En laat het achter in de comments. En bedankt voor het kijken. En kijk, cool niet, staat een linkje van hem in de beschrijving. Lief. Later mensen, en tot de volgende video. Doei! Ciao, ciao.